Hoi allemaal, daar ben ik weer. Voordat ik begin wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor de reacties. Het is leuk om te merken dat er mensen luisteren en kijken. En ik wil voordat ik begin ook nog even iets verhelderen naar aanleiding van de reacties. Ik leg echt de nadruk op de culturele verschillen. Dat doe ik omdat ik het in deze blog ook heb over het culturele aspect van mijn relatie met Carlos. Maar het is wel belangrijk dat het duidelijk is dat ik daarin versimpel. Want het is natuurlijk veel complexer dan dat. En verschillen tussen mensen zijn ook veel complexer dan dat. Nou ja, dat was het. Vorige keer had ik het over de moeilijkere kanten van mijn relatie met Carlos. Vandaag wil ik het hebben over voor mij mooiere kanten. Ik heb het opgegeven om Carlos mee te laten doen, want dat gaat niet meer lukken. Die zit nu in het vliegtuig naar Spanje op vakantie. Dus ik ga gewoon lekker alleen verder. En ik heb zitten nadenken over wat voor mij nou de mooiste kanten zijn van van mijn relatie met Carlos. En die komen eigenlijk verrassend veel overeen met de moeilijkste kanten. Het is voor mij aan de ene kant het moeilijkst dat Carlos zo vreselijk verschillend is en anders is. En dat we elkaar daardoor ook vaak niet begrijpen. Maar aan de andere kant is dat ook het mooist. Dat maakt wel dat ik heel veel leer van Carlos en dat ik ook heel erg verrast kan blijven door hem, door zijn manier van denken of dingen doen. En het feit dat ik door mijn relatie met Carlos vaak geconfronteerd word met de beperktheid van mijn eigen wereldbeeld, maakt ook dat ik daardoor geholpen word om mijn blikveld te verruimen. En dat vind ik erg belangrijk. Een goed voorbeeld daarvan is dat ik van Carlos leer om opener te zijn op straat. Om open te staan voor nieuwe ontmoetingen of gesprekken. Of, ook al is het maar heel kort. Carlos maakt namelijk heel veel contact met mensen op straat. En dat doet hij door middel van grapjes. Die grapjes komen niet altijd even goed aan in Nederland. We hebben ons laatst bijvoorbeeld kapot gelachen omdat Carlos had een fiets gekocht in Den Haag en fietste daarmee terug naar Amsterdam. Een hele dure fiets. En halverwege kwam hij een politieman tegen. En hij stopte om die politieman te vragen of hij wel goed fietste. En die politieman zei van, oh, wat heb je een mooie fiets. Echt geweldig. En Carlos antwoordde daarop, ja, ik kan het zelf ook niet geloven. Ik heb hem net gestolen. En die politieman die schrok zich kapot. Waarop Carlos heel hard moest lachen en zei, nee, ik maak maar een grapje. De politieman die dacht echt van, nou, laat me toch maar je papieren zien. Want ik weet het niet. Nou ja, dat is dus een grapje dat niet zo goed aan is gekomen. Maar meestal werkt het wel goed. En heeft Carlos best wel veel contact met mensen die hij niet kent of tegenkomt. En dat bewonder ik wel en dat probeer ik ook van hem over te nemen. Dat vind ik iets moois. Dan heb ik ook een vraag aan jullie. Nou ja, je kan heel veel leren van andere culturen, zoals ik net al zei. En we leggen hier in Nederland heel erg de nadruk op de inburgering van andere mensen. Van mensen uit het buitenland. Nou vroeg ik me af wat jullie denken van als de nadruk niet zo erg op de inburgering zou liggen, maar meer op het contact tussen culturen buiten Nederland en de Nederlanders. Dat het contact dus groter wordt, dat het meer een wisselwerking wordt. Nou, dat was het. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie een volgende keer.